Zo'n mooie trein is. Een rondje. Last run for the most beautiful train composition. Last round. As for this one. Deze even zien. I show you this one. It's a very common train with a standard configuration, 2 second class cars, 1 luggage car and 1 mixed first second class car. Also you can use many locomotives for this composition because it was in use all over. And also again from Nutzel 24.da. This is a very good set to start with, because then you can combine it with freight cars and with other cars as well. But this is a basic composition. Many locomotives can be used again. So I can recommend this one for the Era 3 since 1953 till deep in the 70s. Standaard treinsamenstelling van een 4 ombouwwagens, 3-assig, eerste klas, tweede klas, 2 keer tweede klas wagons en een bagageafdeling. Een beetje te vergelijken met de standaard stamplan E samenstelling, ook 2B's, 1A en een restauratierijtuig. En dit is ook zo'n standaard samenstelling die je werkelijk overal in Duitsland kon aantreffen. Uitgebreid met meerdere andere wagons, vrachtwagons. En je kunnen ook verschillende locomotieven voor. Bijna alles zou je zeggen. Een E10 zelfs nog wel. Train composition. The first part is also very usual, very common. And the locomotive in the middle can see more times. Class 78, one sibling second class and 4 different umbauwagen, 4-axled. The 4-axled umbauwagen are not capable, by the way. Okay, 2 first class umbauwagen, 1 mixed first second class and another mixed second luggage car. That was in 26th of August 1967. Again from Nutzel.de, very informative site. En nog een paar treinsamenstellingen. Ook dit is eigenlijk een standaard samenstelling. Zo'n halve bagagerijtuig, die stond dan meestal tegen de locomotief aan. Een tweede klas,
dan een gemixte eerste, tweede klas. En dan nog één of twee tweede klasse rijtuigen. Dat was eigenlijk wel een beetje standaard. Zoals je dan ook hier kan zien van vierassige ombouwwagens. En is nog een extra zulbeling ingezet. Nou, hier gaan we zo weer een model laten zien. En dat is van de site www.nutzel, schrijf je dat, NOETZEL24.de. Ik zal de link in de informatie zetten. To extend, as you can see, the four three-axled umbau cars. You can use it in many different combinations. And we will show some. De laatste drijfsamenstelling is een beetje, ga ik weer eventjes verder met de opruimen boys. Bouwrij 78. Een kraakje. Zijn er ook maar van 14 augustus 1970. Ook met de bouwrij 78. Twee zulpelingen en een ombouwwagen. Die ombouwwagen is al in gebruik. En ik moet een andere zoeken. Die eronder staat, denk ik. I have a compose this one.
deze samenstelling. 10 February 1968, I substituted the postcard by another, and I also substituted the freight cars, the GMMS HS 56 by 60 150. The S is for the speed. These cars can run up to 100 kilometers an hour, so it is possible to have them in this kind of passenger trains as well. Also auf Deutsch ein Personenzug mit Güterbeförderung, glaube ich. This one very briefly because the locomotives are not synchronized. 21st of May 1975. Also again in a standard composition more or less. As well with a Group 36 Eilzugwagen and 3 Umbau cars, and that's probably also the last runs and the last train compositions. Then I will really have to start with reorganizing. Wrong direction.
jumping the